dan? Het lijkt wel als er iemand op het dak is. Piet, wat is er gebeurd? Natuurlijk druk bezig met pakjes bezorgen. Maar het is super slecht weer buiten. En toen was ik van het dak gevallen. Au, 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 au. Kunnen we je misschien ergens mee helpen? Ja, nou ja, ja, ik moet nog heel veel pakjes bezorgen. Maar dat is natuurlijk Pietenwerk. Oh, maar dat kunnen wij ook wel. Geen probleem. Nou, vooruit dan maar. Dan mogen jullie me helpen met de cadeautjes. Ja, hier hebben we de cadeautjes. Dankjewel. Eens even kijken. Deze, die mag naar Bas. En dat is bij nummertje 308. En even kijken, wie wil er nog meer even helpen? Ja, deze is voor Kim. En die mag naar nummertje 14, dat is hierachter. Nou, helemaal super. Hey, jullie mogen de pakjes gaan bezorgen. En als jullie dat gedaan hebben, dan mag je weer terugkomen. Want ik heb nog veel meer pakjes. Ja. Dankjewel. Tot zo. Tot zo. Tot zo. Wat een zielepiet. Hij heeft zijn beentje gebroken. Hé hey jongens, volgens mij liggen daar cadeautjes. Kom, we stelen die pakjes. Kom mee. Alle pakjes zijn gestolen. Wat moeten we nou doen? De politie bellen nu. Maar Piet, waar gaan ze heen? We hebben geen tijd te verliezen. En volgens mij gingen ze die kant op. Kom, we gaan die boeven pakken. Dieven hebben de pakjes gestolen. Ja, voor Zwarte Piet. Oké, we weten genoeg. We nemen ze mee naar het bureau. Jongens, jullie hebben cadeautjes. Dankjewel. Weet je, de rest van de cadeautjes mogen jullie hebben.